Na de inspectie van de troepen en de verschillende gewapende machten ging het defilé van start. President Desi Bouterse stond geflankeerd door bevelhebber Robert Carto di Cromo en korpschef Roberto Prade. Wij brengen u enkele fragmenten van het defilé dat vanmorgen is gehouden te Mungo. Ze gaan dus insteken. Er is een speciale ruimte voor hun daar gemaakt. En vanuit die plaats worden dan alle deelnemende troepen dan muzikaal begeleid, zodat ze dus in de pas blijven lopen. U zult ook merken op een gegeven moment dat u gele en rode vlaggen ziet. En het is soms prettig om te weten waarom ze staan. Die vlaggen, die zijn markeringspunten van waaruit commando's worden gegeven hoe men zich op dat moment dient te gaan verplaatsen. U gaat dan merken dat de commandant zal aangeven paradepas, hoofd links en hoofd rechts. Ja, in dit geval wordt het hoofd rechts. Maar dat bij de gele vlag straks aangegeven zal worden, kijkt u, paradepas. En dan gaan ze op een zeer speciale manier hun benen heffen en lopen. En daarna krijg je het commando hoofd rechts, waardoor ten teken is gegeven dat de eregroet moet worden uitgebracht. Maar laten we dat even zelf gadeslaan. Fragmenten van het defilé vanmorgen tijdens de viering van 44 jaar stadkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.